Je weet dat zij op enthousiasme gaan spelen, hè. En als het 1-1 wordt, dan gaan ze er nog meer gaan in geloven. Maar we moeten gewoon dan rustig blijven. Ik denk dat we genoeg ervaren spelers hebben met Kevin en Fernando die dan de groep meenemen en gewoon rustig blijven. En dan zie je dat je toch die wedstrijd winnend kan afsluiten. Dat is uw eerste doel, altijd, wat de affiche ook is. Doorgaan, dan had ik de jongens ook gezegd dat dat eigenlijk een must was. Goed, dat hebben ze gedaan, dus daar kunnen we niks van zeggen. Goed, en dan weet je ook wel dat de echte scherpte in dit soort wedstrijden, ja, die verdwijnt, hè, tijdens een wedstrijd. Hè. En, dan zie je ook wel op momenten dat die scherpte verdwijnt en dat je druk verdwijnt en je denkt dat je het wat kalmer aan kan doen, dan krijg je kansen tegen ook, hè, tegen een tegenstander die ook kan voetballen, hè, ondanks het klassenverschil. En dan als je dan nog op 1-1 komt of laat komen, dan maakt het jezelf eigenlijk moeilijk. Maar goed, dan de reactie was wel weer oké, okay, en dan kun je er zelfs nog meer maken. Ja, heel verrassend uitslaan. Hè. Dat zijn moeilijke wedstrijden. Hè. Die jongens, dat is de match van het jaar. Hè. En, ze gaan alles geven. En, het is gewoon het feit dat je met een goede attitude moet die wedstrijd komen aanpakken. En als je gemotiveerd aan de wedstrijd begint, dan kun je hem niet verliezen, normaal gezien. Dat is een hoog cliché natuurlijk in de beker, dat er altijd verrassingen zijn. Er zijn er veel geweest, hè, voor een eerste ronde. Hè. Dus dat je daar niet bij bent, dat is goed. Ja, leuk, hè, om terug op het veld te staan en terug 90 minuten te mogen spelen. Dat was lang geleden. Ja, ik moet zeggen, ja, op Eupen was het een beetje ongelukkig. Dat kan gebeuren, mensen maken fouten nu eenmaal. En, maar goed, ja, kijk, vandaag was het goed dat ik 90 minuten heb kunnen spelen. En mijn overwinning is, kan niet beter. Ja, weet je, een keer als die match aan de gang is, ja, dan vergeet je eigenlijk dat die in Hoogstraten is. Hè. Dus dan probeer je gewoon die match te winnen en te kijken wat die ploeg doet en wat een tegenstander doet. Maar voor en na is dat wel leuk. Maar goed, ik had tegelijkertijd gehoopt om hier inderdaad winnend naar huis te gaan ook. Want anders was het zo leuk niet geweest natuurlijk. Ik was niet 100% fit toen ik toekwam. Ik voelde dat zelf ook. Maar het begint geleidelijk aan te komen. En ik denk dat ik vandaag 90 minuten in de benen heb. En dat ik nu geleidelijk aan weer mijn niveau begin op te pikken. Afsluiten met een bezoekje aan de High Street of zit dat er niet in vanavond? Ik denk niet dat hem open is. En ik heb mijn jeansbroek niet bij. Maar wel lekkere aardbeien gekregen. Dat wel, hoort erbij. Hè. Dat is de streek en de veiling van de aardbeien. We gaan een pauze voor iedereen aan de tijd.